is het zwaarste punt. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag gaan we weer magneetvissen. En als jullie je eigen afvragen waarom elke keer magneetvissen en de metaaldetectie op een laag pitje legt. Nou, dat is in principe niet echt zo, want ik ben de vorige keer bezig geweest met een metaaldetector waar ik helaas nog niet zoveel over mag zeggen en mag laten zien. Dus, vandaar. Vandaag is het een regenachtige, nare dag. Alleen maar water, 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 water wat er uit de lucht valt. Dus, het leek ons vrij logisch om ergens onder een brug te gaan zoeken. Ja, we hebben deze plek redelijk zorgvuldig uitgezocht. En we gaan maar beginnen. Ja. Ah. Ja. Nou, eerste vondst van vandaag. Hele motorblok. Van een scooter. Nou, die... De carburateur doet het nog. Zal ik even de carburateur schoonmaken? Ja, doe dat maar. Oh. De benzinehaald is ook afgebroken. Ah oh, nee, zit er nog in. Zie je dat? Ja. Ah, de carburateur is al geschoon. Nou, er is nog. Ga niet dat doen. Ik denk het niet. Misschien niet de vondst die we wilden hebben. Maar goed, het maakt de natuur wel weer een stukje schoner. Opgeruimd staat netjes. Opgeruimd netjes, zeggen we dan maar. Ja. Hij zat wel goed in het bloedbad hoor. Oké, we hebben hier iets wat heel, heel vast zit. Heel zwaar is. Er zit een heel klein beetje beweging in. Maar we gaan zeker even proberen om dat eruit te halen. Helemaal buiten adem. Maar kom, dat deze dingetjes zo dun zijn. Ja, die zit helemaal in de blubber. Helemaal in de drek. Maar dit is niet een nieuw karretje. Nee, dit is een oldtimer. Hij is van de EDA, maar dat is wel een ouderwets karretje. Weet je dat nog, Ruud? Dat wij vroeger deze dingen aan het vast deden, dan kon je maar de kapstok makkelijker houden. Ja, dat klopt. Hoeveel heb jij er verzameld? Heel veel. Ik denk het ook. Die karretje is ook uit die tijd. Nou, hij heeft mijn rug gebroken en hij heeft niks gewonnen. Poa, 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 poa. Broodrammetjes. Broodrammetjes met smeerworst. Ja, met smeer. Ik ben Piet van de Gas. En kijk, ik heb hier al een putje gegraven. En dan gaat er zo een leidingje die kant op. En dan... zo via de bypass over het gasputje zo naar deze kant. En dat heb ik allemaal met deze schep gedaan. Dus ik werk tegenwoordig met een gasgijs. Kijk, en het leuke is, het is ook vlakbij een gaspaaltje. Dus ja, gewoon een hele werkplek. Kijk, ik heb een mooie nijptang. Ik kan hem natuurlijk opknappen. Dat zou ik kunnen doen. Dan heb ik een nijptang erbij. Ik wel. Hij doet het nog. Geef mij eens één reden waarom iemand een hele radiator weg zou gooien. Nou, die had een touw zo om zijn nek. Zo. En toen is hij met die radiator naar de kant gelopen. En toen brak het touwtje, is hij zelf weggelopen. Dat is de enigste reden wat ik heb verzinnen. Nou ja. Kan je zien wat voor merk het is? Nou. Niet echt, hè? Nee, nee. Het is wel een scootertje. Ja. Nou, als jullie nou weten wat voor merk scooter dit is, leave it in the comments. Laat een reactie achter. Hij is echt helemaal gestript, hè? Hij is helemaal gestript. Er is niks meer van over. De toeters zitten nog op in de waterpomp. De rest is alles eraf. Ja. Nog. Daar houdt het dan ook mee op. Ja. Gefeliciteerd Gijs. Oh nee, ik had hem. Ja,
Nou, dankjewel. Ja. Hoe laat is het? Nog een wekkertje. Leuk man, een wekker. Gijs, ik weet hoe laat het is. Tijd om naar huis te gaan, zegt hij. Tijd om een nieuwe klok te kopen. Ja, deze klok doet het niet meer. Ik heb wel vergeten. We zijn even naar een ander plekje verhuisd. Eigenlijk zitten we hier wel heel erg lekker. Gijs die zit even een beetje te chillen. Daan die heeft een eigen klimwand. En ik kan niet stoppen. Uiteindelijk toch nog een telefoontje. Een Glennie Telly. Dat is een Nokia. Dat is een dure. Meest worden de meest goedkoopste van de goedkoopste telefoontjes voor dit soort doeleinden gebruikt. Nou ja, misschien is het wel een toevalligheidje. Met dit nederige crackpijpje sluiten we de video af. We zijn er klaar mee. Ik vang geen reet met mijn magneet. Ja. Maken we daar een nieuwe topic van. Ik vang gereed met mijn magneet. Nou ja. Ik wil jullie natuurlijk wel ontzettend bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. De volgende keer maar weer met een metaaldetector in mijn handen denk ik. Want dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Je weet nooit hoe het gaat. Nee, we weten nooit hoe het leven loopt. Nee. Van het Concert des Levens krijg je geen programma. Zo is het. Ja, het is niet ingevuld. Daan, wil je nog even gedag zeggen? Bedankt voor het liken en probeer niet te kijken. Te kijken.